ben Michael Ferson, ik werk op SML en ik werk aan de band. Ik zet de alternators op de motor. Mijn contract loopt af eind juni. En als ik hoor dat we op één post gaan draaien, dan denk ik niet dat ze mijn contract nog gaan verlengen. Het is niet zo gemakkelijk om nu nog werk te vinden. We staan straks met 10.000 mensen op straat binnen 2 jaar. Als je dan hoort dat ArcelorMittal al 1.300 mensen ontslaat en dan nog andere bedrijven hoort dat je eigenlijk niks van hoort, maar ook ontslagen vallen, dan is het heel moeilijk. En zeker voor jongeren voor nog werk te vinden, want ja, meestal voor mensen die dat toch iets of wat ervaring hebben. Dus eigenlijk we afwachten op die onderhandelingen die maar niet vooruit gaan. En dat is dan zeker met sommige collega's. Moet je soms uitkijken dat je niet met hen in de clinch hangt, want en dat gebeurt. Proberen het zoveel mogelijk te beperken, maar het is toch regelmatig veel slikker. We zijn nu terug aan het werk, maar vooral SML zijn nu prikacties aan het houden. Dat wil zeggen elk uur een kwartier pauze. Zodat we maar 300 wagens meer maken in plaats van de 400 die dat ze eerst hebben gezegd. Gewoon voor eigenlijk terug op voor te leggen dat ze sneller moeten onderhandelen. Dat we niet blijven wachten. Ons geduld schaakt ook op. Bring tea for the man, steak for the sun, wine for the woman who made the rain come. Seagulls sing, your hearts away as wild sinners.